Dit is een vrachtwagen. Hij zal de graver helpen. Kijk eens hoe krachtig de arm van de graver is. Er is veel zand in de grote schepper. De truck zit vol met zand. Laten we gaan. De graver heeft een lange geul gemaakt. Wow. Dit is een betonmolen. Het heeft grote wielen. En de uitlaatpijp gaat helemaal naar boven. Kijk, wat een enorme mengtrommel. Draai aan het wiel. En het laat de trommel draaien. Giet zand in de trechter. Het zand wordt in de trommel gemengd. En nu hebben we wat water nodig. Het zand wordt gemengd met het water. En we gieten het mengsel in de geul.
Het water giet niet meer. Oei, het is kapot. Oh, oh, hallo. Oh, oh. Dat is interessant. Wat doen twee zeemeerminnen in mijn lavabo? Ik zal ze bevrijden in mijn zwembad. Oh, er is een klant. Ik ga eens vlug moeten gaan kijken hoor. Ik kom eraan. Hallo, tractor. Wat is er aan de hand? Hallo, Gio. Ik was op de velden water aan het sproeien op de groenten. Laten we gieten. Dank je. Het water giet niet meer. Oh, het is kapot. Ik heb hulp nodig van een mechanieker. Interessant. Laten we eens kijken naar de tank. Er is nog altijd water. Maar waarom giet het niet? Niemand kan het zien. Ah, nu snap ik het. Er is iets verstopt. Ah, ik dacht ook al zoiets. Eerst zal ik wat schoonmaakproduct nemen. En nu heb ik mijn schroevendraaier nodig. Laten spelen. Ja, oké. Hey. Bas, kom aan. Oh, hey. Oh, ik heb het kunnen herstellen. Oh, en waar is mijn dop? Hey, gasten, zou je me willen helpen? Sorry, Gilles, alsjeblieft. Oh, dankjewel. Jullie zijn juist op tijd. Oh, we moeten het sterker maken. Ik kom eraan, Gio. Oh, dankjewel. Oh, nu kan het water niet meer uit de tank ontsnappen. Tractor, alles is klaar nu. Dankjewel, Gio. Kom ook nog wat benzine tanken, alsjeblieft. Goed idee. Bedankt, benzinepomp. En nu kan je opnieuw vertrekken en werken. Bye bye, tractor. Nu snap ik waarom de zeemeerminnen in mijn lavabo zaten. Het komt omdat de pijpen verstopt zaten.
Ah, ik wist het. Ah, benzinepomp. Als je het zelf zoveel beter weet, neem mee dan maar het doekje om de tafel schoon te maken. En wat zitten jullie hier nu weer te lachen? Jullie zouden mij beter helpen om de pijpen te fixen. Bye bye.